Het is eigenlijk met mijn motten en kop. Ik zit in de auto, maar ik zit niet alleen in de auto. Ik zit hier ook met mijn familie. En Noah. En Lona. En dat is al. Ja, lol. Nee. Wie is er nu nog? Stevie! En het is ochtend, dus ja, we zijn nog allemaal goed. En wij zijn namelijk onderweg naar de Efteling. En ik dacht, ja, jullie vragen al van, oh, vloggen, wat doe je? Dus ja, ik zeg, ga vloggen. En ja, dat is het eigenlijk. Doei! Vanavond? Broccoli. Mama, wat is er nog? Lekker. Ik heb daarnet mijn Lucky Egg gelegd. En omdat we dus nog super lang aan het wachten zijn in het wegrestaurant, ben ik gewoon een beetje toertjes aan het lopen rond het tankstation. Ik zit nog mijn eetje. Ik heb nog maar 500 meter nodig. Dus ja, als ik hier een paar toertjes rondloop, gaat dat lukken. Hopelijk is er al wifi in Efteling. En kan ik daar veel Pokémon's vangen. Anders ga ik echt blijven. Even vloggen en kijken waar we staan. Ik ga ze biedt kijken. Want de vorige keer waren we in Avatageland geweest. En we waren de auto dus kwijt. En ja, mama dacht dus dat de auto gestolen was toen. Maar ja, gelukkig heeft ze zo'n fantastische dochter die dat gevlogd had. En die dus ook kon kijken op welk parking dat we stonden. En laat een keer daardoor hebben we een auto teruggevonden. Vier parking afgestapt. Ik zeg, ik ga gewoon kijken naar de vlog en ben hem direct. Dus mama, nooit meer klagen omdat ik vlog. Ha. Trutjes, we lopen jullie allemaal voorbij van mijn jammeltickets. Het is hier één dik feest voor Pidgeys. En nog een beetje wandelen naar mijn eitjes uitgebroed. Mijn eitje is daar. Oh my god, wat gaat het zijn? Weer al. Ik heb die al fucking drie keer. Moet er iemand hem hebben? Oké, kom, we gaan hem evolven. Ben je aan het evolueren? Yo! Die is kapot lelijk. Oh, ik heb er spijt van. Die andere was zo mooi. Oké, genoeg gay shit voor vandaag. Wacht, ik kan balletuitvoering doen bij het water. We zijn hier al. Ik heb al een eitje uitgebroed, ik heb al een Pokémon geëvolueerd en ik heb al Pokémon gevangen. Dus mijn dag is tot nu toe al goed. Maar ik zit al een level hoger, yay! En Steffi is al een half uur aan het staan omdat ik Pokémon speel, dus wat heb ik gedaan? Ik heb haar een gsm. En als er veel op zit, smijt ik hem in het water. Dat smijt ik je ook in het water. Ja, dan kun je de waterpokémon spelen, Steffi. Ja, komt er anders voor staan, was ik al. Zie je? Oké, okay, wauw. Oké, okay, dat hebben we dan ook weer gezien. Wauw, wat vond je ervan? Wat is uw ervaring? Ik heb het altijd niet mooier op horen. Ik heb het over de rutsbanen, stond win. Vieze rund, stukje rund. Kijk hier! Ik dacht dat ik Steffi kwijt was, maar ik heb haar dus teruggevonden. Ja, hier! Wat? Kijk, wat? Een dubbelhanger! Oh my god! Oh. Steffi! We hebben Yusra gevonden. Yusra! Shout-out naar Yusra. Je zit er echt versneld, Wuffeke. Je zit er echt versneld. Fucking korte wachtrij, what the fuck, er staan ergens mensen. We zijn binnengekomen en we zijn direct hier, what the fuck. En Steffi, zijn je blij? Ja. Oké, okay, we zijn er dus net op geweest en kijk. Kijk, 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 kijk. Fucking water. Het is dat fucking water, hoor. Ja, wat gaan we doen? We gaan er nu nog een keer op, totdat we goede foto hebben. En jullie weten nog, mijn pose in Plopsaland, een fabulous pose uit mijn handen gelopen. We gaan erop totdat het lukt, want er is toch geen volk. Ha. Ja, dus de mensen voor ons zijn echt intensief Pokémon aan het spelen. Maar hier van madame Steffi mag ik geen Pokémon spelen, dus ik kan niet mee praten. Dank u Steffi. Pokémon barbaar, amai. Niet weer. Dat is dus wat ik bedoelde in Moviepark, mensen. Sterf allemaal in een diepe kuil. Dat is dus echt al 50 minuten lang. 50 fucking minuten lang. Plakkeren, plakkeren, plak. Leef niet. Jordi, je doet dat niet, hè? Foei. Ja, wij zijn niet met twee, wij zijn met drie. Steffi, ik en mijn ego. Ploeg B, ploeg Bo. Team Bo, put your hands up.
ja, oké, okay, we zijn er dus net op geweest en het was niet zo spectaculair. Het was tof, hè, maar voor een ritje van 20 seconden hebben we 70 minuten gewacht. Dus ja, in die tijd, wat kost het gedaan hebben? 10 eiers uitgebroed hebben, Pokémon vervangen hebben. En de foto was niet eens mooi, ik wist niet eens wanneer dat ze de foto ging nemen. Okay, it's fucking fabulous. Vlog! De meisje, als je dat bekijkt, je kreeg een appel van mij. Niet. So I changed outfit. Het was veel te warm, dus ik heb veranderd. We zitten in het sprookjesbos. Hoe zeg je? Shoutout naar de puis, dat ik ken. Supermooi, shoutout naar mijn moedervlek. Waar is die hier? Shoutout naar mijn highlighter. Haha, Mary Lou. Friet en snacks. Yes, mijn tafon. Haha. Steffi, frietje Steffi, met snacks Steffi. Steffi, zet frieten in de muur. Frikadellen in de muur, Steffi. Hier in Holland steken ze de frikadellen in de muur. De muur, frikadel. Mama gaat naar binnen, we drinken niet uit de muur. Ja, ik heb 2 frikadellen gevraagd van me, 1 heb ik niet genoeg. En 2 potjes van me, 1 heb ik niet genoeg. En Steffi vraagt een broodje frikadel, ze verwacht dat broodje van haar leven. Maar ja, de leeghart en gewoon een gat gesneden in een pistolet. Een leeghart frikadellen. Zal dat er nog wat frieten in mijn dingen zitten? Ja, maar moet nu ook niet blij, nee. Het bootje, hij is super goed bezig. Hé. 140, dat is goed. Hey Steffi, dat waar. Hé. Kijk, ik ga niet van hoe ik mijn eerste fritten ga eten. Hé. Je hebt net een treintje goed. Dus ja, dat was het. Oké, okay, doei. Steffi, pas op, achter u. Oh my god, achter u. Geef u geen frieten met dekzak. Rapje, ik ga eentje geven, kom. Hola. Dat is wel lekker, hé. Oh, kijk, ik zei, ik heb een goede daad gedaan en ik heb gefilmd. Geef mij blauwe duimpjes, ik heb 2-1 gevoed. Steek mijn frieten in je mullen. Hé, oh, je moet niet afpakken. Arme ventje, heb je geen frieten? En anders staat de lagen te wazen. Stom gaan ze. Je moet niet pezen dat je nog een frieten krijgt, hè. Dus kart het maar aan. Ja, dan mag ik dus krappen van mijn to-do-list voordat ik sterf van mijn bucketlist. Moet je frieten? Goals. Worldstar hip hop. We zitten later hier. Oké, dus we hebben nu net gegeten en we gaan naar het. Naar het sprookjesbos. We gaan naar het sprookjesbos. Spannend! Oh my god, oh my god, I can't believe it! Ik sta nu met 1 voet in het sprookjesbos. Wow. En met 1 voet eruit. Hoe cool ben ik? Hey. Magikarp! We found a real life Pokémon. Magikarp staat hier, mensen. Kijk ze. He scored it, oh my god. Kan mijn ex tegenkomen? Hey! Uiteindelijk is dat een antwoord. Steffi kan bij een goed idee. Dag Lennon! Hey, het is ik! Dag Lennon! Hey, dag Lennon! Oké, nieuwe intro. Sa. Mijn huis komt een keer afknip. Mee tot in de grond. Ik is het raadse. Living the good life. Zo moet dat. Maar kijk Steffi, ik wist niet dat hij kost vliegen. Het is me en Steffi. Moet wel veel eerst aan filmen. Ja. Kijk Bo. Je staat hier ook. Een geit. Stop joh. Er mankeert echt iets aan u. Mijn hand in de put. De put. Niet de put, maar de put. Put is lekker uw leven. Saai. Er staat dan een ezel die hout scheet. Kijk ze. Wow, het is er echt iets uitgekomen. Oh, skittige vent. Ja, mij. Ah, maar hier had dat een uit tand kregen wij. Ah, te vrij. Oké. Duim! Fucking duim. De prins had voor zijn bal genodigd alle meisjes uit het land. Ja, doei! Oh, verstrijdig. Op dit moment veranderde mijn leven voorgoed. Zet daar gewoon een fucking roze duim! What the fuck? Waarom? Waarom? Kijk aan de What the fuck?
Ja, Efteling bij deze aanklacht tegen diermishandeling. Wij. Amai. Mensen, ik ga dus mijn grote angst overwinnen. Ik ga gewoon door duiven lopen. Je weet hoe bang dat ik ben. Van... Oh, Steffi, hoeveel haat krijg je nu omdat ik dat gedaan heb? Niks. Fuck you, bitch. Kijk, ik ben hier iets aan het doen voor het goed doel. Zeg ik er allemaal, volg Bobbaasen op Instagram. Ja. Steffi! Ja, dus wij zijn nu op de marktjes. Mattie. Mijn vrouw weegt dan niet kapot veel, zo'n huis op je hoofd. Tjoeke tjoeke tutut, wow, die man houdt van zijn leven. Hey! Hey! Shout out naar die meneer. Mooi. Super mooi, maar kijk, dat kan niet door de beugel. Hè. Hier zie je dat, ligt daar een blauw discoballetje op. Hier. En ik heb wel chocoladeballetjes gevraagd. Ik ben er wel aan het filmen. Nee? Ik heb chocoladeballetjes gevraagd, want ik ben allergisch aan die blauwe discoballetjes. Dus meneer, fuck you, nee, dat niet. Dank u voor het mooie ijsje. Oké, het lampje van mijn batterij is aan brand. Ik heb mijn tweede batterij nog niet moeten uitdagen, dus ik ga heel vlug de vlog afsluiten. Steffi, was het leuk? Nee, het was echt super tof. Ik heb me echt geamuseerd met een heel irritante mensen die komen. Ik vind Nederlanders echt sympathiek. Maar dan even, sorry, jullie zijn allemaal bitches. Maar echt bitches. Ja, dat was het. Geen dat. Geen foto's te posten van mij en Bo. Zo krijg ik meer volgers. Nee. Profiteurs. Oké, ontvolg Steffi op Instagram. Mijn batterij is echt bijna plat. Dus, oh, kijk. Kijk hoe schattig. Ja, shout-out naar dat kind. Volg dat kind op Instagram. Volg mij ook op Instagram. Voel mij toe op Snapchat. Geef een blauw duimpje. Subscribe. Doe alles wat je wilt. Stuur eten op. Het is al lang mee. De batterij plat. Hoi, buk. Zeg, waarom zijn je altijd zo mee? Laat mij rust. Oké. Okay. Ja, dus moet Steffi rust laten. Dus ontvolg Steffi. We zijn officieel een vriend mee vanaf nu. Ja, de links staan hieronder. Doe ermee wat je wilt. Verkoop ze online. Stuur ze door naar vrienden. En binnenkort komt die vraag online van de Peenboezel Challenge. En ik heb een puist onder mijn kin. Oké, dat was leuk. Totdat ik er weer zie. Met of zonder puist. Is it too late now? Say sorry. Nu moet ik mij wel gerust laten. Bitch. Oké, doei. Never ever meet another cracker so frosty.